Hey, hold up, man. I got something to say, man. Wait. What y'all out here for, man? What you here for, huh? Does your life matter? Does your life matter? We zijn hier afgereisd naar Spanje 2 weken geleden en we hebben nu de tweede week erop zitten. Komende week nog 1 week. Waarbij we eigenlijk constant 4 dagen rijden en in het weekend thuis zijn. Waardoor dat werk op de werkplaats ook nog doorgaat. En ik daar graag bij wil zijn en dat ik ook nog een tijdje met mijn familie kan zijn. Want ja, ik heb natuurlijk een jonge familie en pas een zoon erbij. Dus op die manier kan ik het mooi combineren. En voor mij zelf persoonlijk werkt dat het beste, heb ik het idee. En ja, ik voel me eigenlijk heel goed. We hebben een goede winterstop gehad. We hebben veel voor kunnen bereiden op dit seizoen. We spent hier 3 weken in total in Spain, because in Holland and Belgium is pretty bad weather. Of course in Latvia also. It's not bad, but it's winter. It's snow. Andere jaren stond ik hier tussen het rijden door constant te telefoneren en te bellen en te regelen en te doen. Dat is nu niet. Dus rust binnen het team en ik denk wel dat we professioneel gezien ook een stap in de goede richting hebben gezet. And I really, for myself, I was always trying to be as much professional as I can be. I know we are not behind us are not really big, huge factories or stuff like that, but I think if every sidecar rider and a passenger and even the mechanics and all the family, if we try to do the best from ourselves and be as professional as we can be. Als je me een aantal jaren gevraagd had of ik gedacht had dat de professionaliteit in de zesmansport omhoog zou gaan, dan zou ik je gezegd hebben nee, want het is een vast groepje mensen die al 20, 30 jaar lang het doen zoals ze doen. Maar ik moet toch wel zeggen dat ik zie dat de professionaliteit bij komt kijken. Dus het wordt professioneler door de jaren heen. En dat vind ik zelf persoonlijk heel mooi om te zien. Ik ben jaren terug begonnen met een wipcar en een grote vrachtwagen. En iedereen zei, wat ga ik toch doen met een groot schip. Maar uiteindelijk zie ik dat de mensen... Het gaat maar over kleine dingen. Zet even een bannertje neer of laat even iets zien. En ga wat professioneler met de sport om. En er wordt ook veel harder gereden dan jaren geleden. Daar ook. En sprongen worden groter. Het begint elkaar nu toch wel tegen elkaar op te zetten. En ik denk wel dat dat wel heel mooi is in de toekomst voor de sport. We hebben iets anders opgebouwd als vorig jaar. We zijn meer gaan trainen op de motor. Waardoor je de fysieke training natuurlijk iets anders moet inzetten als we eerst deden. Ja, vorig jaar trainen was ooit 3 keer per week of zo, of 4 keer per week. Hebben we dit jaar teruggebracht naar 2, soms 1 keer per week. Ik denk dat trainen op de motor ook wel heel veel goeds gaat geven dit seizoen. En daardoor het fysiek stukje iets terug moeten laten zakken. Maar met standaard toch 1 keer in de week... samen met de motortrainingen, ja, ik denk dat we er al een hele goede basis neergelegd hebben. Casper is heel makkelijk, maar Casper is een professioneel balkanist, dus die kan makkelijk inspringen in de eisen die wij als team hebben. En ik denk dat het hem maakt, plus erbij dat hij natuurlijk een super goede balkanist is. Die dingen, die combinatie maakt het eigenlijk wel dat voor ons een ideale balkanist is. En Casper is makkelijk in omgang, of dat we nou hier in Spanje zitten of in Nederland, die vindt altijd zijn weg wel. Je hoeft geen rekening mee hem te houden, dus
ja, ik ben super tevreden over de persoon Casper en over zijn stijl en over zijn capaciteiten. Dus ja. Probably we don't need to put in our heads that we have to win 200%, because as you know, you don't win a championship in one GP. You can screw it up in one GP like last year, but you don't win it. So I love the Lommel. We did very good last year. It was only the only one GP win for us, and we love to ride the sand. And yeah, really looking forward to that opening round. En ik denk, ja, vooral voor ons gezien als team, dat het voordeel is om die eerste drie wedstrijden in het zand te rijden, alvorens de eerste Grand Prix. En de derde Grand Prix overigens is ook weer in Oldenbroek, dus twee Grand Prix's binnen drie weken. Ja, is goed om van tevoren veel in het zand te rijden. Ik denk wel dat het soms wel goed is om een minder seizoen te hebben, waardoor je eigen dan gaat realiseren waar je kunt verbeteren. En ik denk als je wint en alles loopt lekker, ja, dan ga je ook niks meer verbeteren. Dus ik denk wel dat dit zeker voor onze stap in de goede richting is. We need to enjoy the process, the riding, the training, the bike preparation and also traveling. Not always is fun, but take the most of it and then I think the results will gonna come. But yeah, the motivation is the same. Yeah, we got beaten last year big time, and we try to rebound and come back stronger, much stronger than last year. What y'all out here for, man? What you here for, huh? Does your life matter? Does your life matter? We the ones who go to war against the guys. We the shadows that move around in the dark. Take your life back, take your time, nigga. Welcome to the tribe, check the rhyme, nigga. I was doing bad, couldn't find niggas. Now my phone ringing all the time, nigga. We the only ones, holy sons. Mama's dead, kids holding guns. Catch them early, put that poison in they box with a Donald Trump.